Was Outsiders van de Alliance met Rick. Welkom bij een nieuwe aflevering van de 6x3. Vorige aflevering hebben wij bootgevaren en zijn we uit de Adamses gegaan. En we gaan nu kijken waar we kunnen skydive. Ja, we skydive waar we een parachute kunnen springen. In de richting van een gebouwtje wat we willen bestormen, als het ware. Dus ja, daar gaan we nu mee verder. Je ziet in deze game wel een heleboel, zeg maar, grondslagen voor komende games. Dus zoals ik al zei, ik probeer het zoveel mogelijk toe te lichten. Want je ziet dus ook inderdaad het parcoursysteem hier op full display. Ik vind het wel nice dat ik diepgaande kennis, of ja, best wel diepgaande kennis heb van Assassin's Creed, zodat ik jullie wat meer mee kan nemen in... In wat... Fuck you. Dat jullie iets meer mee kan nemen in de game. Dat jullie wat meer informatie kan verschaffen. We leren hier door dat gat. Het loopt een stuk smoother. Zoals jullie misschien weten van de oude games, zeg maar, als je eenmaal aan het klimmen was, dan ging het wel, maar op het moment dat je, zeg maar, even een lastig plekje had, dan kon je niet meer naar boven. Oeh. Ik zou hier echt rillingen van krijgen, moet ik zeggen. Er zijn mensen die doen het gewoon als hobby, hè? Die gaan gewoon... gebouwen beklimmen zonder beveiliging. Jezus. Gewoon tering hoge gebouwen. No security to worry about. And on not so bright side, the slightest misstep means effectively the paste. Shut up, Sean. Papa. Ja, hier moeten. Ik vind het wel smooth lopen. Dat is ook wel als je een poster opplakt. Niemand kan dat lezen. Denk die op, die kant op. Hup, ik heb ook een hekel aan hoogtes. Zeg maar, hoogtevrees. Ik heb hoogtevrees voor. Als je reach the top of the lit up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Ik heb hoogtevrees voor instabiele dingen. Dus zeg maar, ik heb echt totaal geen moeite met in een vliegtuig zitten en naar het raam kijken. Maar op het moment dat ik op een kast sta, zeg maar bij de gym bijvoorbeeld, vroeger heb je van die houten kasten waar je op kan staan. Dan krijg ik de rillingen. Wat? Oké. Okay. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dan moet je me ook niet laten doen, dan word ik niet gelukkig. Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Yeah. Sean! Joke. Of was it? Nee, ik hier moet klimmen. Ja. Maar dan zeg ik, ja, dat ik vind mensen die dat ook doen, zeg maar, als hobby, vind ik ook echt mal lood. Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Weet je hoe gevaarlijk het is? Let's go! Now, open your chute now! Okay, nice. Nou is nog een kwestie van dat halen. Nou, dat gaat ons redelijk goed af. Die benen zijn wel een beetje durf. Gewoon geen beweging. Okay.
wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. No. Ja, wie ben je? I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the count. Show! Nou, die is knocked. So who the hell is Daniel Cross? Daniel Cross, de naam zeg maar wat. He used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. Okay. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Okay. Dus ding is, misschien kunnen we het best wel eventjes kijken of we die socket kunnen vullen. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Okay. I kind of liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Okay. Truce. Okay. I can't believe it's taken me so long to... Okay, dus ik wil even kijken, want ik wil zoeken... Ik ga op zoek naar een spot waarin ik dit stuk of deze piece kan stoppen. Want dat geeft ons misschien iets meer een clue naar wat we aan het doen zijn. En ik weet dat in dit gebouw er bepaalde sockets zijn waar je die in kan stoppen. Alleen waar precies weet ik dan weer niet. Oh. Wat is dit? In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. Four towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. Ja, dus zeg maar heel simpel gezegd. Zoals ik het al of zeg maar, heb begrepen sinds het moment dat ik Assassin's Creed Valhalla heb gespeeld. En als jullie de details daarvan willen, kijk vooral die serie even. Want het wordt anders een beetje een lastig verhaal, denk ik. Sowieso een lastig verhaal, want ik vertel natuurlijk eigenlijk alles een beetje niet in chronologische volgorde. Maar hoe het zit, zoals ik het heb begrepen is. En zoals jullie het kunnen zien in Assassin's Creed Valhalla. Eigenlijk vanaf Assassin's Creed, wat is het? Assassin's Creed Origins af. Vanaf het moment dat je gaat spelen als de nieuwe main character, zeg maar. Is het zo dat de zon wordt steeds warmer. En dat hadden ze toen de tijd ook. En de zon heeft uiteindelijk al het leven uitgeroeid op aarde.
Perhaps we might rebuke it. Already we could generate the fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again, we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A sixth, an eighth, a tenth, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Ja. Dus ze probeerden op alle manieren dus de kracht van de zon, want de zon werd steeds sterker, ofwel op te vangen ofwel te counteren, omdat de aarde anders aan de kloten zou gaan. En dat zie je dus ook in Assassin's Creed Valhalla. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. En daarmee is zeg maar een heel groot gedeelte van de... One way to find out. Een heel groot gedeelte van de aarde naar de gaat gaan, als niet alles. Volgens mij is dat hoe het ongeveer zit. En een van de gebieden is nu gepowered. Zodat wij uiteindelijk meer te weten kunnen en mogen komen over dit gebied. Maar dat gaan we dus doen de eerstvolgende keer dat wij weer een nieuw artefact erbij hebben. Maar nu gaan we terug de animus in. Good luck, Desmond. Dankjewel. En je ziet dus inderdaad... Times. The already uneasy alliance between the crown and its subjects Freys. And behind them both the Templars plot. Pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already Connor. Spun? All Spare these a things moment. I must determine. Of course, for only by have knowing my enemy can I hope to stop them. What is it? The Xingbao, or rope dart, if you prefer. One of the many plans given to us by Shao Jun to... Sorry. We'll have to work on this. Shao Jun is een Chinese / Japanse assassin. Dat is een character die je speelt als je... Yes, my friend. What brings you here? Assassin's Creed Chronicles speelt. Is the village alright? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. Cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. You'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Oké, mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en dat met je vrienden. En ook je volgende keer weer terugzien bij een aflevering van Assassin's Creed 3. See ya.